Yo, what up? This is your boy Demo. We zijn bij de auditierondes van Punch Out Battles. Ik sta hier met Lynx. En ik heb begrepen dat jij pas 2 dagen geleden had gedacht, ik ga meedoen hiermee. Ja, precies. Ik had er zin in. Kijken of het gaat lukken. Ik ben benieuwd. Hoezo dacht jij van, weet je wat, laat me maar gewoon inschrijven. Niet eens wetend wanneer het is en zo. Ja, ik heb het al een tijdje dat ik wil gaan. En ik heb meestal niet echt tijd. Dus nu dacht ik, weet je, ik schrijf me in. En ik had vandaag tijd. Dus is perfect. Yes. Wat kunnen wij verwachten van jouw deelname aan Punch Out Battles? Bars. Ja? Bars on top of bars. Ja, ja maar nee, ik vind het heel gaaf om zieke bars te spitten. En, je weet dat ik nu gewoon een bar wil horen natuurlijk. Je wil een bar horen? Ja, ja, als je zegt bars on top of bars, ja, dan moet je zo nu iets uit je mouw schudden. Oké. Ik heb medelijden voor iedere sukkel die vechten met me wil. Oh shit, gaat het verkeerd. Medelijden voor de sukkel die vechten wil met mij. Je krijgt meer trappen op zijn kop dan een Escher schilderij. Hey, bars. Ja. Oké, duidelijk. Ik heb begrepen dat jij vandaag een spelshout gaat doen, of niet? Yes, dat klopt. Okay, nou, zijn er heel veel mensen die gewoon een tegenstander hebben. Jij hebt dan geen tegenstander vandaag. Is dat denk je makkelijker of juist moeilijker voor jou? Ik denk dat ik het net iets moeilijker vind. Omdat ik dan iets meer me richting de crowd moet richten. Ik denk dat het makkelijker is om gewoon tegen iemand duidelijk te spitten. Maar we gaan het zien dadelijk. Hoe zou jij links omschrijven in een paar simpele zinnen? Links omschrijven? Veel rijms, multis en... gewoon bars, man. Ja. En trappen als een Asje schilderij. Je weet toch? Ja, toch. Hey, ik ga jou heel veel succes wensen dadelijk, broer. En wellicht tot in de Punch-Out League, man. Ik sta met een van de auditanten, Dom Tata. Ben je een Tata? Ik ben een Tata, ja, anders een beetje... Ben je half Italiaans dan ook? Nee, maar dankjewel. Ik zie dat als een compliment. Ik dacht Don Italiaans en dan Tata. Nee, zo. Biggie noemde zichzelf Don Dada en... Jij bent Don Tata. Don Tata, ja, inderdaad. Voor alle mensen die jou nu voor het eerst zien, hoe zou je jezelf omschrijven in een paar korte zinnen? Onbeschrijfbaar. Dat is gewoon het enige woord. Onbegrijpelijk lekker. Onbeschrijfbaar, nee. Gewoon, ik kan het niet beschrijven, weet je wel. Dat is, het valt niet te vatten in woorden, snap je? We hadden het over hoe je jezelf zou beschrijven en je zegt je bent onbeschrijfelijk. Onbeschrijfbaar. Wat is eigenlijk het goede woord? Ik weet het even niet meer. Onbeschrijfelijk, onbeschrijfbaar. We kunnen niet over hem schrijven. Daar gaat het om. Er was een moment dat jij bij jezelf dacht, ik ga mij inschrijven voor de auditierondes. Wanneer was dat moment? In eerste instantie was ik met Gino, die zei van je moet bij ons komen battlen, weet je wel, bij Hart. En ik was van, ja, battles. Ik had er toen niet zoveel mee. En toen uiteindelijk zei ik, nou is goed, kom ik wel op dat event. Ging tegen Clark battelen. En daardoor kreeg ik een beetje de smaak te pakken. En begon me ook echt te verdiepen in battle rap cultuur, weet je wel. KOTD, URL, Grind Time, Don't Flop, weet je wel. En ik werd er verslaafd aan. Dus toen dacht ik, nu moet ik naar Punch Out, weet je wel. Dat was een logische stap. En ik dacht, ik heb laatst ook een battle tegen Santios gedaan op vorige hard battles. En die is nog niet uit, weet je wel. En ik dacht van ja, ik wil niet dit seizoen mislopen van POB, dus ik doe alsnog maar die auditie. Want jullie hadden me een mailtje gestuurd en ik had denk ik al 2 jaar geleden dat ik me ingeschreven. En ik kreeg een mailtje denk ik 2 maanden. Ooit komt het goed, hè. Ooit word je uitgenodigd. Ja, maar dus dat is... Wat kunnen wij van jouw battle, want je hebt dadelijk ook echt een tegenstander waar je tegenover staat. Oh, niet. Wordt het dan moeilijker voor jou, denk je, om zonder tegenstander te rappen? Nee, ik denk het niet. Ik heb gewoon iets geschreven de laatste 3 dagen, want het was echt short notice. Ik denk dat het gewoon genoeg is om gewoon de jury te laten zien dat ik gewoon heb what it takes. En mocht je dan uiteindelijk in die league terechtkomen van Punch Out, wie zou je heel graag jezelf tegen willen meten? Ik wil eigenlijk het liefst als eerste Steph battelen. Gewoon gelijk, ja. Gelijk vuur. Ja, gelijk. En ik maak hem helemaal kapot. Mark my words. Nou, dan hoop ik eigenlijk dat je vandaag makkelijk door de rondes komt, want ik wil dat wel zien natuurlijk. Ik ga jou heel veel succes wensen, Don Tata. En hopelijk tot in de league, man.